Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft een nieuwe leiding. Dennis Menso is gisteren aangesteld als de nieuwe directeur van het bureau. De scheidende waarnemend CBB-directeur Natasha Arupa Wongswisan bedankte de personeelsleden voor de ondersteuning en medewerking die zij gedurende de afgelopen maanden heeft gekregen. Zij sprak de hoop uit dat ook de nieuwe directeur dezelfde ondersteuning mag genieten. Wongswisan was vanaf februari 2018 belast met een waarneming op het CBB. Haar waarneming liep op 31 december 2018 ten einde. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken verwacht ook dat de nieuwe CBB-directeur de nodige ondersteuning zal krijgen van het personeel. Het CBB is een dienstverlenend orgaan dat vanaf de geboorte tot de dood een belangrijke rol vervult binnen de samenleving. Vandaar dat het belangrijk is om de dienstverlening te professionaliseren en alle aspecten daaromheen mee te nemen, zei Noor Salim. De bewindsman gaf aan Menso mee dat er ontzettend veel werk te verzetten is op het bureau en hij onder meer als taak meekrijgt het imago van het CBB te verbeteren. Menso gaf op zijn beurt aan de CBB'ers mee dat er heel hard gewerkt zal moeten worden en dat daarbij eerlijkheid en transparantie een vereiste zullen zijn. Aldus meldt het Nationaal Informatie Instituut.